Goedemorgen, wat leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering in de serie Jezus, the reason of the season. Het is bijna zover, kerst 2020. Ik denk een kerstfeest wat we alle nog lang zullen herinneren als het kerstfeest wat een beetje anders ging dan anders. Wat een tijd. Maar één ding mogen we met elkaar blijven herinneren en elkaar aan blijven herinneren. Jezus is de reden van alle feestelijkheid en Hij is onveranderd, Hij is dezelfde. En vandaag wil ik spreken over het subonderwerp, Hij is met ons. God is niet ver weg, God is niet afstandelijk van ons, God is dichtbij en Hij kwam dichtbij door Jezus. En zo is Hij vandaag de dag ook nog steeds dichtbij in jouw leven. Ik wil een stukje met je lezen waar de Bijbel hierover spreekt. En dat begint eigenlijk in het Oude Testament. Daar waar hij lang voordat hij geboren zou worden, dat er al geprofeteerd wordt dat Jezus zou komen. Uit Jesaja 7 vers 14. Daar staat, daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Wauw, Immanuel betekent God met ons. God, er zou een teken komen, zegt de profeet. En ik weet zeker toen mensen dat toen in die tijd hoorden, dat ze dachten, nou dat kan niet, een maagd zal een zoon baren, dat is bovennatuurlijk. En dat is het ook, het is bovennatuurlijk. Het werk wat God in jouw leven ook wil doen, is bovennatuurlijk. Hij doet wonderen die onmogelijk lijken. Maar God is een goede God en Hij wil zijn plan tot stand brengen in jou en in mijn leven. En we hebben gelezen dus dat Hij zou de naam worden gegeven, Immanuel, de geboorte van Jezus. Waarin het uit werd geroepen, Immanuel, wat betekent God is met ons. God is niet ver weg, God is dichtbij. Sommige mensen zeggen wel eens, ja weet je, als God er maar zou zijn, als God maar dichtbij zou zijn, ik hoor hem niet, ik zie hem niet, maar wat je vandaag mag weten, is hij is de Immanuel, hij is met jou. Je ziet hem misschien niet, je ervaart het misschien niet, maar hij is er. De Bijbel spreekt erover het volgende, het zie je ook in het Nieuwe Testament, eigenlijk dat refereert naar het Oude Testament. Dit is werkelijk de vervulling in Matteüs 1 vers 23, leuk hè, Matteüs 1, 2, 3. Er staat, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. God is met ons. En zo mogen we ook kerst vieren, wetende wat de omstandigheden ook zijn. God is met jou. God is voor jou. Hij is dichtbij. Hij is niet ver weg. Dit is Jezus, the reason of the season. The most wonderful time of the year vanwege Jezus. Jezus is God met ons. En dit is waarmee ik je wil bemoedigen vandaag. En wat je niet mag vergeten in deze bijzondere tijd. Hij is dichtbij. Alhoewel kerstfeest gevierd zal worden, heel anders dan andere jaren, mag je weten, God is met ons. Jezus is bij mij. Hij is de Immanuel. God is niet langer ver weg. Hij is dichtbij gekomen door Jezus. Wauw. Ben je hierdoor bemoedigd? Laat het ons weten. En weet je, like en volg onze Facebookpagina Jubilee Church om elke dag zo'n bemoediging te ontvangen. Elke morgen om 9:30. Wil je hierop reageren of heb je hier een vraag over? Laat het ons ook weten via info@jubilee.nl. En als je een gebedsverzoek hebt en er is een wonder nodig in je leven, ook in deze tijd, laat het ons weten via prayer@jubilee.nl. Dan nog even een bijzondere aandacht naar aanstaande donderdagavond. Als je nog niets te doen hebt, op donderdagavond, kerstavond, de 24e, dan zullen we een geweldige kerstavond ook online zullen we het streamen. Maar je bent ook welkom in een van de regio-samenkomsten. Vanaf 6:30 zal het starten, 6:30, kindvriendelijke tijd. Tot 7:45 zullen we een online kerstdienst hebben in het thema samen. Zodat we toch nog samen ook het kerstfeest kunnen vieren en ons niet laten stoppen. Maar dat we met elkaar er een groot feest van maken, wetende Jezus is the reason of the season. Ik vind het geweldig dat je weer hebt gekeken. Ik wens je God zegen toe voor vandaag. Geniet van deze bijzondere kerstweek. En ik hoop je morgenochtend 9:30 weer te zien. Tot ziens.